Brandstof met Eunice Nahuis. Welkom terug. De Bijbel die staat vol met prachtige, bemoedigende, schurende, moeilijke en soms vreemde teksten. Om jou te inspireren de Bijbel open te slaan, vraagt het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap aan een aantal mensen om hun favoriete Bijbeltekst met jou te delen hier op Goudnieuws Radio. Ja, vandaag is dat Tabitha van Krimpen. Zij draagt dit jaar de titel Jonge Theoloog des Vaderlands. Studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Tabitha, goedemorgen. Goedemorgen. Is het eigenlijk een lastige opgave voor een theoloog om een favoriete Bijbeltekst te noemen? Ja, toch wel. Ik moest er wel even over nadenken. De Bijbel is niet één boek, maar eigenlijk een hele verzameling aan boeken die ook allemaal weer hun eigen schoonheid en kracht hebben. Dus ik moest wel even zoeken wat nou echt eruit springt voor mij. En wat is dat, wat eruit springt? Ja, toch wel een tekst die de laatste tijd mij na aan het hart ligt. Dat is uit 1 Korintiërs 12, vers 27. Ja. En daar staat, wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Okay. En dat schrijft Paulus daar aan de Korintiërs. En ja, ik vind het een heel erg mooi beeld. Het roept bij mij ook gelijk een soort plaatje op, dat lichaam. Je ziet gelijk een soort mensenfiguur voor je, waarin dus... Ja, weer allemaal mensen deel van uitmaken en allemaal samen dat lichaam van Christus vormen idealiter. En dat vind ik een heel mooi en ook wel bijzonder beeld. En waarom vind jij dat zo bijzonder? Want is het voor jou niet per se vanzelfsprekend dat dit zo is? Nee, ja, ik vind het ook wel een uitdagend beeld. Dus het is, wat mij betreft, is dat lichaam ook nooit af. Dus het houdt ook een spiegel voor op die manier. Dus dat lichaam van Christus, dat gaat over iedereen en hoe wij in onze diversiteit en in die veelkleurigheid juist ook iets van God en van Christus mogen weerspiegelen. En dat houdt mij ook telkens weer iets voor van, hey, wie is er nou deel van dat lichaam en wie misschien nog niet? En ja, hoe kan ik daar scherp op blijven en ook die mensen die misschien buiten de boot vallen, daar toch weer bij betrekken. Of in hen ook weer die kracht, juist het positieve van de diversiteit zien. In plaats van alleen maar iemand die afwijkt misschien. Of ja, die lastig valt. Ja, en heb je daar een voorbeeld van? Kom jij ze tegen? Mensen die zeggen van, nou, ik voel me niet zo onderdeel van dat lichaam. Ik val daar buiten. Ja, dat is soms best lastig. Als jonge theoloog ben ik veel bezig met thema's rondom generaties binnen de kerk. Jong en oud. En hoor ik ook wel vaak verhalen van jongeren die zeggen, ja, het gaat in de kerk over een heleboel dingen, maar niet over thema's waar ik mee bezig ben in mijn leven. Of ik voel me niet betrokken. Of er wordt voor jongeren dan wel apart allerlei dingen georganiseerd. Maar wij zijn ook gewoon deel van die kerk en wij willen volop meedoen zonder dat we in een apart hokje worden gestopt. Mm. Dus dat sluit denk ik ook wel weer aan bij dat beeld van wie is dat lichaam of... Ja, wie mag er alleen meedoen in de hand of in de voet? En mogen ook helemaal meedoen van top tot teen misschien. Ja, en herken je het ook bij jezelf? Ja, het is voor mij soms ook wel zoeken. Ik ben zelf lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Kom toch wel uit een wat strengere hoek van hoe... hoe vind ik ook daar mijn weg in die breedte van de kerk? Waar pas ik dan echt? En zie ik ook wel, ook nog wel steeds meer door die rol als jonge theoloog des Vaderlands, waarbij ik gevraagd word door gemeentes in de hele breedte eigenlijk, en ook de veelkleurigheid van de kerk zie en de diversiteit, dat er eigenlijk ook allemaal mag zijn. En dat elkaar juist aanvult. Er wordt soms ook gesproken over een mozaïek van kerkplekken. Nou, dat is ook een mooi beeld hoe juist in die verschillende kleuren ook de kracht kan zitten in plaats van het geheven vingertje van die zijn anders dan dat wij zijn misschien. Maar dat is wel heel lastig, hè? Want we hebben het allemaal in ons dat het stiekem toch vaak denken, ja, maar je gaat niet voor niks ergens in geloven. Dat is toch vaak wel omdat je denkt dat bij het rechte eind hebben klinkt zo naar, maar je bent vaak overtuigd van je eigen visie. Dat is super lastig toch om deze tekst in de praktijk te brengen? Ja, en daarom is het ook mooi dat deze tekst niet op zichzelf staat. Dus dit staat dan aan het einde van hoofdstuk 12. Ja, de context, maar, daar houden we van. Jonge theoloog des Vaderlands. Ja. Maar als je breder kijkt, dan zie je ook dat het in hoofdstuk 12 begint met de gaven van de geest. Hmm. Dus Paulus heeft het hier ook over die diversiteit van de een. Die heeft wijsheid, de ander heeft kennis, genezen, wonderen of profiteren. Iedereen heeft weer een eigen gave ook van de geest gekregen. Bijvoorbeeld in vers 7 zegt hij, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van
de gemeente. En dan komt hij eigenlijk op dat, ja, op dat beeld van het lichaam. Dus dat hangt ook af met, hangt ook samen met die verschillende talenten. En wat je net zei over van, nou, het is wel heel erg moeilijk. Nou, dan komen we bij 1 Korinthe 13, die misschien ook wel bekend is voor de luisteraar, wat vaak wordt aangehaald in trouwdiensten bijvoorbeeld, omdat het gaat over de liefde. Mm. Als pak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schalende cymbaal. Dus dat kan je denk ik niet los van elkaar zien. Dus om dat lichaam te zijn, zal uiteindelijk die liefde ook leidend moeten zijn naar elkaar toe. Ja. Dus dat gaat hand in hand, denk ik. Ja, je kan nooit maar 1 tekst zomaar pakken. Dat moet je in de context lezen. Maar hoe herinner jij jezelf nou aan deze tekst? Een tekst die jou dus de laatste tijd meer aanspreekt dan de anderen misschien wel. Dat lichaam van Christus. Heb je daar een manier voor om je hier aan te blijven herinneren? Ja, klopt. Ja, ik heb een mooi schilderij boven mijn bureau hangen waar ik ook nu zit. Oh, je kijkt erop uit. Ja, ik kijk erop uit. Dat is een grote poster die ik op de muur in een lijst heb zitten. En daar staat boven ook in grote letters van iedereen doet mee. Met dan die tekst eronder. En ook een heel mooi beeld van dus een soort mensfiguur. In allerlei kleuren waar dan weer kleine poppetjes in zitten. Dus ik zie een verpleegster en iemand in een rolstoel. Iemand die aan het sjouwen is. Nou, in allerlei verschillende soorten mensen en huidskleuren. En het is een mooi schilderij van Studio Vandaar. Iemand die ook de psalmen uitbeeldt in posters en mooie illustraties. En nou, dat is ook wel een dagelijkse herinnering voor mijzelf. En als ik aan het werk ben van, hey, wat is mijn bijdrage daaraan? Of hoe kan ik dat lichaam van Christus ook meenemen? Ja. En de Bijbel dus beeldend maken helpt daar ook bij. Komt die tekst dan ook weer meer bij je binnen? Ja, zeker. Mooi. Studio Vandaar, zei je, hè? Klopt, ja. Nou, goed om even toch te noemen voor iedereen die denkt, ik ben ook benieuwd daarna. Je hebt ons niet alleen opgeroepen om die ene tekst te gaan lezen, maar eigenlijk om gewoon heel Korintiërs erbij te pakken. Want we hadden het dus over 1 Korintiërs 12 vers 27. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Maar je hebt ons gewezen op de context daaromheen. Dankjewel daarvoor, Tabitha van Krimpen, de jonge theoloog des Vaderlands. Graag gedaan.